En meneer Kuzu, ik wens u in de toekomst altijd toe dat u uw kritische houding maar dan wel graag op die plek kan houden. Dit is dus ook wat de macht doet. Dit is de arrogantie van de macht van D66. Ongelooflijk slappe hap eigenlijk. Het is het verschil tussen dag en nacht. Pechtold een jaar geleden, anderhalf jaar geleden, toen wij hier een debat aan het voeren waren naar aanleiding van het vertrek van Art van der Steur of Ivo Opstelten, waar meneer Pechtold niet van de interruptiemicrofoon weg te slaan was. En ik kan me die tijd nog heel goed herinneren. En wat een slappe hap vandaag. Wat een zwakke verdedigingslinie waar het gaat om de verdediging van nu. En ik vraag me af, meneer Pechtold, is de macht voor u echt zo belangrijk? Voorzitter, ik heb afspraken gemaakt met een coalitie. Heer Kuzu, het is eigenlijk tot slot precies hetgene waar ik me beklag over doe, ook in de richting van de heer Pechtold. Die lijst van vragen. Die kritische houding ten opzichte van een kabinet. De kritische houding ten opzichte van een minister-president in de vorige periode. Ja. En de vraag is dan, het zou toch echt des D66 zijn. Getuige van transparantie, getuige van het democratisch proces. Als de heer Pechtold daar ook op zou aandringen in plaats van de slappe houding die we vandaag zien. Voorzitter, ik heb aangedrongen op het debat zo snel mogelijk vanavond vandaag nog te houden. En dat is gebeurd, dat gebeurt nu. U mag mij bevragen. En meneer Kuzu, ik wens u in de toekomst altijd toe dat u uw kritische houding maar dan wel graag op die plek kan houden. Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, dit is een hele korte reactie. Dit is dus ook wat de macht doet. Dit is de arrogantie van de macht van D66. Ja, ik hoor ze daar spreken, maar als een oppositiepartij door D66 op deze manier wordt aangesproken, dan is het niets anders dan de arrogantie van de macht.